Het schoonste van Vlaanderen. Want dat is natuurlijk waar voor Jan Jaap hier elke maandagochtend weer. Het schoonste van Vlaanderen. Oh, ik word daar altijd wel een klein beetje warm van binnen. Ja. Tot als je dan begint te praten en dan denk ik, hij heeft ons weer bij ons kloten. Nee, helemaal niet. Ik vind het soms wel. Nee? Ja, waarom? Ja, je lacht ook een klein beetje met ons. Nee, jullie mogen... Nee, het is alleen maar liefde, Sam. Het is echt waar. Lachen met liefde is het mooiste dat er is. Okay. Kom op, het was mannendag gisteren van man jezelf. Ja, dat is waar. Ja, het is alleen maar liefde. Klop ik mezelf weer van op de borst. Ja, alleen sommige dingen, ja, je moet gewoon als je de halve finale hebt gewonnen en dan gaat de koning bellen, ja, dan snap je wel dat je die finale niet wint. Ja. Snap je? Nou goed. Ja. Het schoonste van Vlaanderen, dat doe ik natuurlijk omdat mijn voorstelling schoon heet, is niet de koersfiets van Zeebrugge. Heb je het gehoord, Sam? Nee. Er was een koersfiets gestolen uit Zeebrugge, een hele dure koersfiets. Iemand had gezegd, nou, ik ga even een proefrit maken, hier zijn mijn sleutels en hier is mijn portefeuille. Dat is allemaal nep. En die gozer is helemaal gefietst naar Gerardsbergen. En toen kwam hij waarschijnlijk erachter, dit is niet de Ronde van Vlaanderen en ik ben geen wielrenner. En toen heeft hij hem daar laten staan. Dus daar is hij teruggevonden. De koersfiets uit Zeebrugge staat in Gerardsbergen. Het is allemaal goed gekomen. Maar kijk, nou, het is goed gekomen. Dat is schoon. Dat is mooi, hè? Maar het is niet het schoonste van Vlaanderen. Wat ook niet het schoonste van Vlaanderen is, maar wel heel schoon, is dat Sinterklaas weer in het land is. Mm. Was je zenuwachtig? Ik zelf niet. Ik weet wel dat hij die altijd kijkt naar... Ik heb gekeken. Ja? Zaterdagmiddag, ja. Hoogmis, hè. Is dat jouw ding? Dat is mijn verkleerde mannen. Ja, maar dat doen jullie gewoon goed hier. In Vlaanderen. In Nederland gaat het altijd mis, maar daar hebben we het nu niet over. Maar in Vlaanderen is hij weer aangekomen. En er waren dit jaar geen stoute kinderen, heeft Sinterklaas gezegd. Er was één jongetje nog wel een heel klein beetje zenuwachtig. Ik ben zeer zenuwachtig. En ben je bang dat ze jou in de zak zullen steken? Nee. Want jij bent lid van? De Brave Kindertjesclub. Ah. Oh. Dat is goed, hè? Ja, dit kaartje heb ik gemist. Ja, dit is een jongetje met een heel klein beetje slecht geweten. Maar hij is toch lid van de Brave Kindertjesclub. En we weten allemaal wat het later wordt. Ik heb daar één Cola Zero gedronken. En dat was een verjaardagsreceptie, ook voor een goed doel. Ja, dat word ik politicus. Dat is duidelijk. Soms kun je het al in een heel vroeg stadium zien, hè, bij die kinderen. Er was een ander meisje, die was ook bij Sinterklaas. En die was een stuk zekerder van de zaak. En ben jij stout geweest dit jaar? Ik denk het niet. Moest je al eventjes nadenken? Ja. Je bent dus flink geweest. Wat heb je allemaal flink gedaan? Niet afgekeken bij toetsen. Hopla. Die heeft zeker afgekeken bij toetsen. Ja, nou, jij hebt geen kinderen, Sam, maar laat me je één ding vertellen. Als een kind zegt, ik heb niet afgekeken bij toetsen, dan is er één ding duidelijk. Die heeft gewoon de hele tijd zitten afkeken bij toetsen. Hè? Waar heb je de snoepjes Nou, niet in de oven in ieder geval. Nou, dan moet je zeker in de oven gaan kijken. Kortom, een meisje die afkijkt bij de toets en die doet alsof ze braaf is, maar ondertussen uiteindelijk helemaal niet braaf is. We weten uiteindelijk wat het uiteindelijk allemaal wordt later. Hé, lekker. Is die ook nog eens gedraaid op de radio? Nou, dan was het natuurlijk dit weekend aapjes kijken bij de VTM. Was je erbij, Sam? Ja, hoor. Ja? Ja, ik was er. Er kwamen allemaal mensen hier in het medialagebouw. Die kwamen kijken naar hoe jullie hier rondlopen. Ja. Super gaaf. Nou, en toen gingen ze allemaal weer naar huis. Maar het was ook aapjes kijken in de Onmense Zoo. Die is weer open, wist je dat? Ja. Onmense Zoo. Ja. Ooit geweest? Onmense Zoo? Ja, vorig jaar geweest. Ja? Niks van gezien van alle ellende. Nee, er was enorm veel ellende natuurlijk. De beesten werden verwaarloosd, werd er gezegd. En toen moest het dicht van de minister. Nou, het is nu weer open. Er waren maar liefst 61 punten die niet deugden. Dat is vrij veel. Maar gelukkig, de nieuwe eigenaar, de nieuwe baas van de Onmense Zoo, die denkt er allemaal heel erg genuanceerd over. De merendeel van de punten waren... kleinere aanpassingen eigenlijk. Bijvoorbeeld verwarmde binnenhokken voor de vogels bijvoorbeeld. Het is een kleine aanpassing. Gewoon, ja, tuurlijk, we moeten die binnenhokken voor die vogels toch een beetje verwarmen. Hè. Voor die tijd kwamen ze iedere ochtend binnen en dat ze dachten, goh, wat een grote hagelstenen. En waarom hebben ze vleugels? Hè, al die vogels waren totaal koud bevroren, maar nu is er eindelijk verwarming. En die vogels konden die verwarming nog niet aankrijgen met die snaveltjes. Maar nu is er eindelijk verwarming voor de vogels. Dat is fijn. Nee, het was natuurlijk toch een beetje een penibele situatie. Maar wat vind ik nou weer het schoonste van Vlaanderen? Dat is deze man die zegt, we doen het gewoon positief en ik pak dit gewoon helemaal aan. En we hebben nu de Vlaamse oplossing bedacht voor de Onmense Zoo, namelijk dit. Bij de fossa's hebben we langs één kant de ramen geblindeerd. Dat is nodig omdat die dieren zich moeten kunnen wegtrekken van het publiek. En we hebben hier extra schuilmogelijkheden voorzien.
Fantastisch. Kortom, je ziet de dieren niet meer. Dat is toch geweldig. Dus je gaat vanaf nu naar de Onwense Zoo. Dan loop je daar rond en je denkt, ja, er waren ooit dieren, maar die zitten allemaal achter geblindeerd glas. Of in hun enorme schuilruimte. Dat vind ik mooi, weet je wel. Dan kan je ook niet zien dat ze verwaarloosd zijn. En dat is waarom ik zo van Vlaanderen houd. Echt, het is echt, sorry, maar dit is de vinger op de wonden van heel Vlaanderen. We hebben een probleem. Gewoon doek erover. Geblindeerde ruiten er rond. Kunnen we. En het probleem is... Daarom hou ik er zo van. Dat is heerlijk. Ik snap het. Toch ook nog even zeggen. Heidi is dus ooit naar de Onwense Zoo geweest. Heeft daar geen problemen gezien. Wel teruggekomen met een bontjas. Ik vind dat verdacht. Fofur. Allee, oké, okay, goed. Fofur. Dat was een bevroren vogel. En die was gewoon overleden. Oh, zo pijnlijk.